In de kelder van Boijmans bevinden zich 9 depots en 4 daarvan moeten worden opgeknapt om een eind te maken aan problemen met wateroverlast. En daarom moeten 12.000 werken worden verhuisd. Daarvoor wordt eerst uitvoerig bekeken in welke conditie ze zijn. Ze worden gefotografeerd, in de computer gezet en zorgvuldig ingepakt. Je moet elk werk weer aandacht geven en oude schilderijen hebben vaak weer heel andere problemen of heel andere aandachtspunten dan grote schilderijen. Als je kijkt naar hedendaagse kunst, er zijn ook schilderijen bij die gewoon het formaat van 2 man hebben. En ook dat vraagt veiligheid en zorgvuldigheid, maar weer een heel andere aanpak dan bijvoorbeeld zo'n heel klein paneeltje. Dus het is echt, per werk is het maatwerk. En voor ons is het ook heel leuk om alles weer door je handen te zien gaan. En ja, je valt echt van de ene verbazing in de ander van hoeveel moois er is. En daarom maakt de kunsthal van de gelegenheid gebruik om de werken van Boijmans te exposeren. Het wandoppervlak is verdrievoudigd om daar ruimte voor te maken. Er zijn 4 tentoonstellingsruimtes en daartussen zijn depots ingericht. Ja, het gaat natuurlijk ook om te laten zien wat eigenlijk de belangrijkste taak is van een museum. Het beheer en behoud van de collectie. En het aardige is dat je nu een kijkje in de keuken krijgt. Hoe gaat een museum om met zijn handling van de kunstwerken? Tijdens de tentoonstelling wordt de opstelling nog 4 keer veranderd. En ook bezoekers mogen zelf een opstelling maken. Dus ik roep ook iedereen op om zijn eigen inrichting te maken. Dat is hier allemaal voorhanden. Iedereen krijgt de plattegrond en allemaal kleine schilderijtjes om mee te werken. En de beste inrichtingen die gaan we verkiezen. En daar gaan we daadwerkelijk mee aan de slag. En de eerste inrichting die wordt gemaakt door burgemeester Abu Taleb. De tentoonstelling gaat volgende week zaterdag open en duurt tot eind mei. Dan zijn de depots in Boijmans als het goed is klaar. En gaan alle kunstwerken weer terug naar hun oude plek.